Emerald. Inmiddels weer Letitia van Simon bij mij aangeschoven. Hallo. Hoe ging het? Ja, goed geloof ik. Ja, ben je altijd tevreden? Nou, nee, ik ben nooit tevreden, maar je moet jezelf ook een beetje... Ik voel me toch wel overtuigd eigenlijk. Ja? Hey, ik vroeg me af, hè, net, toen ik zo zat te luisteren. Ken jij het programma The Voice? Ja, dat ken ik. Ja? En wat vind je ervan? Nou, ik zal je vertellen. Ik wilde daar auditie voor doen. En ik zat toen in L.A., had auditie online gedaan en stond op nummer 1 voor, weet ik niet hoe lang, volgens mij 3 weken of zo. En ik was uitgenodigd om auditie te komen doen, maar ik kon het land niet uit. Want ik was op mijn visum aan het wachten en ik kon niet weg. Ah, maar dus jij, in principe, kan jij het land niet uit als je geen akkoord krijgt? Nou, nee. Op dat moment was ik op mijn visum aan het wachten. En als ik toen het land uit zou gaan, dan zou ik er misschien niet meer inkomen. Ja, dat risico kan je natuurlijk niet. Ik heb een appartement daar, ik heb een auto, ik kan niet zomaar weg. Oké. Dus... Hé, maar er komt een Voice 2 aan. Oh ja? Wat dacht je ervan? Als wij gewoon zo meteen even inschrijven. Ik bedoel, ja, ik kan het altijd proberen, toch? Maar ja, dan heb je wel een buffertje zodat je zeg maar af en toe even naar Nederland kan komen. Ja, nou ja, kijk, als ik gewoon daar doorkom en zo, dan heb ik zoiets van ja, weet je, waarom niet? Dan blijf je hier gewoon bij je moeder logeren. Ja. Precies. Hé, hey, maar ben jij van plan om altijd in de USA te blijven of denk je dat je nog een keer terug gaat komen? Weet je, ik heb geen idee. Ik heb echt totaal geen... ik bedoel, het kan zomaar ineens dat ik kan zeggen van nou weet je, ik heb het helemaal gehad hier, kom terug. Maar op dit moment heb ik nog niet echt dat gevoel dat ik echt weg wil daar. Ik heb natuurlijk toch ook wel een beetje mijn leven daar opgebouwd de afgelopen 5,5 jaar. Ja, dat hoop ik wel. Maar verdien je al wat geld met muziek maken? Hier en daar, ja. Ik kan er nog niet van leven, maar Wat doe je dan om bij te verdienen? Nou, ik ben een oppas. Ah, maar dat is wel makkelijk te combineren, lijkt me zo. Ja, want het is een part-time baantje en gewoon wijs super schattige jongetjes, weet je, waar ik op pas. En het is natuurlijk gewoon, ik vind het gewoon altijd heel leuk om met kinderen te werken. Dus het is gewoon goed te combineren. Ja, snap ik. Ik had nog één vraag, want je schrijft natuurlijk heel veel muziek. Schrijf jij ook muziek in opdracht, dus voor andere artiesten? Ja, absoluut. Ik ben nu bezig met een ander Nederlands meisje, Femke Weidema. Reclame, Femke Weidema, dames en heren. Femke Weidema. Ik ben een soort van production team begonnen met haar. En we zijn nu bezig met een Italiaanse artiest, waar ik ook al eerder iets voor heb geschreven. En die is in Italië best wel een celebrity, zeg maar. En die heeft ook best wel wat online presence going on. En we zijn er nu een EP voor aan het maken. Oké, nice. Heel nice. Ik had wat luisteraarsvragen voor je. Vertel. Een laptop of je mobiel? Laptop. Waarom? Want ik heb daar Skype op en dan kan ik ook nog bellen. Ah, dat is heel erg slim. Ja, dat is heel erg slim. Zwart of wit? Oeh, zwart. Ben jij zo'n zwart persoon dan? Zo duister? Nou, nee, niet echt. Maar ik denk zwart... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind wit ook wel cool, maar... Zwart-wit. Dat is beter, ja. Een piercing of een tattoo? Piercing. Heb je er een? Nee. Wil je er een? Misschien. Ik heb altijd al een navelpiercing gewild. Hoezo in je navel? Ja. Oké. Okay. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Je auto of een fiets? Oh, mijn auto. Oké. En chocola of slagroom? Chocola. Duidelijk. Dat is iets heel vrouwelijks. Ik hoorde net dat jij een nummer wilde aanvragen. Welke was dat? The Only Girl. Rihanna. Ja, die hebben we wel. Komt-ie.